En wat is het? Sesam open nu! Ja, dan gaat een speech geven. Goedemorgen, jongens en meiden. En welkom weer terug bij een nieuwe vlog. Het is vandaag een nieuwe dag. En het is de dag dat vandaag het grote examenfeest van Jade plaats gaat vinden hier zo in mijn huis. En ja, dezelfde die staat hier nog helemaal in de badkamer. Even wat leuks om te vertellen is dat Jade dus helemaal niks af weet van wat er vandaag allemaal gaat gebeuren. Je weet gewoon letterlijk niks. Je weet niet eens wat ik aandoe. Je weet niet hoe je je haar moet doen. Je weet letterlijk helemaal niks. Jade gaat dus helemaal gesteld worden door de moeder en iedereen die straks hier komt. Er komen namelijk straks hier een aantal mensen naartoe. Ja, ik wil dus nu wat dingetjes gaan vertellen tegen jullie, maar dat kan dus niet, want Jade staat erbij. Ik zal maar eens even stil zijn, want het is Vincent zijn eerste nacht weer hier thuis. Dus een beetje lullig als ik hem gelijk hier wakker maak. Is niet de bedoeling. Ja, jongens en meiden, het is wel leuk. De hele club is dus weer compleet vandaag. Vincent is weer lekker thuis. Jade is dus lekker hier zo. En zoals jullie dus nog niet weten, tenminste dat had ik volgens mij nog niet verteld. Er wordt dus vanmiddag hier een hele mooie grote... Oh, Jade, je luistert me af! Wow, ze staat gewoon ineens. Bro, dit kan niet. Je kan mij niet afluisteren. Ik luister je niet af. Ik zeg tegen jou, zullen we naar beneden gaan? Oh. Zo, ik keek echt op het goede moment. Op het goede moment keek ik om. Anders had ik gezegd wat er zou gebeuren. Wow. Nee, ik ga het nu ook niet zeggen ook. Oh, joh, ik had echt geluk, anders verklapte ik al iets. Oeh. Oh, Gniesje, wist ik het bijna? Jay, jij bent echt... Bijna. Jij bent echt erg. Oh. Nee. Je begrijpt het wel. Ik word hier afgeluisterd in huis, dus ik kan jullie gewoon niks vertellen. En we gaan ook voor jullie allemaal een verrassing wat straks allemaal gaat gebeuren dus. De moeder van Jade heeft trouwens mijn koffer, dus die neemt mijn scheerspullen en mijn haarspullen mee. En dan kan ik me ook een beetje gaan klaarmaken. Die zouden er namelijk rond 11 uur zijn, dus ze zijn er straks. En rond een uur of 12 komen er dus ook al echt mensen het huis versieren hier. Dat kan ik verklappen. De eerste gasten zijn gearriveerd. Loop maar naar buiten. Hallo. Hey! Hallo! Jij wist ik niet. Ja, dat is de kapster. Hey! Hey! Het leuke is dus nu, Jade moet dus vanaf dit moment ook gewoon de hele tijd hier op de eigen kamer in huis blijven zitten. Wachten tot de dingen zijn gebeurd beneden. Sta eens op. Laat zien. Kijk, Jade heeft dus ook zelfs een kimono gekregen met achterop Gold Digger staat hier. Ik weet niet of het goed ziet, maar... Dat staat er dus ook op. En jij gaat ook hier de haar doen, of niet? Ja, zeker weten. Maar dat wist ik dus niet. Ik wist überhaupt niet dat ze mee zou komen. Maar ik wel. Ik wist alles al. Je weet helemaal niks. Ja, ze ging mijn haar doen donderdag. Ik zeg, wat moet ik ermee doen? Moet ik het stijlen? Moet ik het krullen? En zij zo, ja, weet ik niet. Ik zeg, wat doe je haar zaterdag? Ja, zegt ze, weet ik niet. Nou, veel plezier, meid. Hé, hey, lekker de hele dag chillen hier. Let op, Noora heeft helemaal uitgepakt. Ja. Ze heeft zelfs dit gefixt. Oké, maak ze een filmpje. Nu een Snapchat van jezelf. Of gewoon niet voor jezelf, kijk. Als je een Snapchat maakt, dan kan je zelfs op Snap, nu de filter, hier zo als je in de buurt woont. Ja, dus graduation party. Yeah! Zelfs dat heeft Noora gefixt. Hij is wakker! Goedemorgen! Hoe is het weer lekker om thuis te zijn, jongen? Echt fantastisch. Fantastisch. Oh, kijk nou uit! Hey, what the fuck? Huh? Aina. Kots van de kat. Ja. Het huis wordt ondertussen omgetoverd tot een jadeparadijs. Maar kom eens even. Ze heeft letterlijk alles in de stijl Gold Digger. Waar ben je nou hier? Zelfs dit? Heb je me al gezien zelf? Mm-hmm. Ze mag dus nog niks zien van het huis. Dus vandaar dat ze nu even hier moet oplopen met dit ding. Nou, ga maar naar je plek toe. Oh, ze moet gewoon de hele dag zo zitten. Tot vanavond pas, dat het echt af is. Nee. Kijk even, dit bedoel ik. Het ziet er gaaf uit al. Ik zat even te editen, maar check dit. Dus de hele tafel is hier dus net neergezet met dus zo'n... Oh, is dit voor Jade? Nee, voor jullie kind. Voor ons kind, zo. Ja, even rustig, hè? Ja. Zo dan. Oh, yo, 16 stoelen zijn het er volgens mij, 15. Oh... Ah, het ziet er wel fancy uit als je het zo ziet. Deze hele auto is dus net helemaal uitgeladen. Maar er is dus nog veel meer binnen. Zal ik jullie straks laten zien. We hebben
hebben dus 3 jurken voor Jaren. Nu mogen wij dus hier allemaal kiezen wat Jaren gaat dragen. Alleen Jaren mag het zelf dus niet weten. Dus dit is nummer 1. Dan gaan we nu naar nummer 2. Nummer 2 is dit. Even draaien. Ja, dus een rondje. Oh, oké. Okay. En dan gaan we nu naar nummer 3. En de laatste, dit is nummer 3. Oh, wow. Wacht, iets rustiger. Oh, ja. Het huis wordt nog steeds de hele tijd versierd. Het duurt wel even dus. Wij gaan even de boodschappen doen, Noora en ik. Want dat is natuurlijk ook nodig. En vanmiddag rond 1:05 komen dus de mensen die uitgenodigd zijn. Met die gouden kaartjes die we toen hadden laten zien in de vlog. Ga maar naar rechts. Hier zo. Een van de dingen die ik misschien wel het leukst vind, maar we weten dus nog niet 100% zeker of die doorgaat, is dus dat er gewoon hier in de lucht een vliegtuigje gaat rondvliegen. En dan met daarachter dus zo'n spandoek met, ja, wat wilden we er eigenlijk opzetten? Volgens mij hadden we iets van, onze vaarvol Koldinger is geslaagd, gefeliciteerd Jade. Dus hebben we een Snapchat filter, een vliegtuigje, straks dat het hele huis wat versierd is, want wat jullie net zagen is toch eigenlijk helemaal niks gewoon, vergeleken met wat er nog komt. En alle andere dingen. Maar ja, eerst eens even hier boodschappen doen in het dorp. Hele auto zit vol met... hoe zullen we het noemen? Lekkernij. Hoppa. Nou, je moet er wel goed mee komen. Zo, gelijk even fitnessen vandaag. Binnen is het natuurlijk allemaal weer verder versierd. Maria, hallo. Jij versiert dus ook het hele huis hier. Ik ben aan het helpen. Je bent aan het helpen, onder andere ook, inderdaad. Het wordt wel echt super mooi. Jij versiert ook natuurlijk het hele huis. Wat komt er nog allemaal bij hier qua versieringen? We gaan hier de lichtletters nog plaatsen. Ja? De aankleding gaan we doen. En de taart. De taart. Komt hier een fotoboot. Komt hier een fotoboot nog? Ja, oké, okay, leuk, lachen. Dus er komt nog inderdaad veel meer bij eigenlijk. Wat wil ik nog zeggen? Buiten gaan jullie eten. Buiten gaan we eten, ja. Dat had ik al laten zien. Kijk, er zit nu zelfs ook dus een heel tafelkleed over de tafel. Dus het ziet er nog strakker uit dan wat ik net liet zien. Ja, en dit wordt ook wel mooi. En straks komt dus hier de taart op te staan. Kijk eens aan. Helemaal vol en genoeg voor iedereen die komt. Hopen we. Waarschijnlijk niet. Maar dat zien we vanavond wel. Jade, hey. Je wordt zelfs helemaal opgemaakt ook vandaag. Ja. Heb je niet het gevoel alsof je gaat trouwen? Weet je wel? Bijna wel. Met Sneeze. Oh, niet met mij? Nee. Nou, jij vraagt mij niet. De haar wordt gedaan. Sorry, ja, wat denk je? De haar wordt gedaan, de make-up wordt gedaan. Letterlijk alles wordt gewoon gedaan. En ze heeft nog steeds beneden dus niet gezien. Dus dat is wel. Ik ben echt benieuwd naar de reacties straks als ze naar beneden gaat. Ja, ik ook. Dat wordt wel leuk. Iedereen zegt ook weer: oh, het is zo mooi. Kijk, mooie lampen klaargezet. Netjes. Wow! Wow! Hey. Wow! Ja? Wat een oudje, bro! Kijk hem even, helemaal in pakken. De allereerste gast. Ik moest Rick even ophalen, was dat makkelijker. Ik heb zelf mijn outfit nog helemaal niet laten zien aan jullie trouwens, maar dat gaan jullie straks zien. Maar het ziet er goed uit, bro. Dankjewel. Lekker dit. Hallo! Lang niet gezien. Ja, zo gaat het niet, hè. Ik heb mijn moeder nog niet gezien na vakantie. Nee. Mijn vriend. Ik heb jou gisteren gezien. Oh. Ja, dat was alleen niet op de vlog. Nee, oké. De tafel is helemaal af. En kijk eens even hoe mooi die eruit ziet. Wat een sprookje. Zo ook met de ballonnen daar in de zwemvijver. Zodat het er nog feestelijker uitziet, zeg maar. En het leuke is dus, kijk, je hebt hier dus allemaal... even kijken hoor. Oh ja, je hebt hier kaartjes. Hier. Dus dit is een dollarbill. Ik weet niet of je het nu ziet op camera, maar daar staat dus de naam op. Rick staat hier op. Oftewel, de plek van Rick. Er is dus echt een hele tafelindeling gemaakt hier ook. Ik weet niet, oh, dit is Gio. Nou, hier zit ik dus blijkbaar zelf. Dan denk je dat hier Jade zit. Ja, tuurlijk. Aan de kop, kijk dan, dollarbills. Nou, even mooi dit. Jeetje, wat een tafel. Ik zou hem zo bijna laten staan als het zou kunnen. Tijd voor mezelf om me om te kleden. Want ik kan natuurlijk niet hierin blijven lopen. Hè? Dit is gewoon mijn lekkere zomerse vakantieoutfitje. En dat gaat het niet worden. Dus, wow, wat ligt hier? Dit zijn keuzes die ik dus heb. Ik kan of dit pak aan in deze glitterkleur, of deze. Maar ik vind deze misschien wel leuk, want deze is net iets te heftig, denk ik. Die is echt heel glitterig. De outfits van allebei zijn klaar. Gio, die staat hier klaar achter de deur. Ja, die staat daar klaar achter de deur. Ja, we gaan elkaar voor het eerst zien ook. Maar, dat wilde ik net zeggen. Oh. Maar ze hebben elkaar nog niet gezien en ze gaan nu elkaar dus voor het eerst zien. Wow, zo spannend. Ja, ja. Hij loopt. Wacht. Hij staat op record, ja. 3, 2, 1,
Sesam, open nu! Hey! Oh, je bent nu ook echt een kattenkerbad. Ja, sexy. Nu hoor je wel bij een Goldigger meisje. Ja, ik ben een beetje een pooi. Kijk hoe mooi zij eruit ziet. Ik kan wel een pooi houden. Ik wil even in de spiegel zien. Nee, zo hoort het wel. Pas op, man. Ik heb toch ook echt Yeezys om, hè? Oh, dat heb je niet zo zien. Pak dat kan gewoon. Ja, maar die nice, dus... Nee! Nou, dit is dus de jurk geworden van Jaren. Ja, toch gewoon een goede keuze dit. Ja, echt heel mooi. Oh ja. Zo, oh mijn god. Maar kan ik de hele dag met jou spenderen? Want... Dat is karma. Oh. Dus, de pooier. Hier zo. En de prinses. In het thema van Goldigger dus. Wat is jouw Goldigger sign of dat heb je nog niet? Nee, ik val op Goldigger. Oh ja. Ik ben een Goldigger, maar ik val op mensen die er zo uitzien. En ik zag dit geldteken en ik dacht wow. Wow. Kijk even wat hier beneden nu ook klaargezet wordt. Helemaal in grote letters. Goldigger. En dit gaat dan nog helemaal verlicht worden. Er zitten dus allemaal lampjes in. Zo. Ik ben benieuwd hoe dit er vanavond uitziet ook. Dat is heel mooi. Ja, dat denk ik ook wel. Zeker weten. Ik ben dus zo benieuwd naar iedereen zijn outfit. Je hoort het aan de auto, Danny komt. Hey! Daar is hij hoor. Daar is hij. Heeft hij een outfit aan of niet? Wat zei je? Heeft hij een outfit aan? Ik zag het al, want dan heeft hij Fendi aangehouden. Oh, die auto blijft ook zo mooi. Yeah. Ja hoor, hij heeft een gouden tintje. Ik heb nog beter, ik heb nog beter. Oh, wat een big flex hem is hij toch. Heeft hij Versace gekocht? Oh. Goldigger-stijl was toch? Ja, Goldigger-stijl. Ja, toch? Kijk, prachtig. Ja, iedereen moet dus een gouden tint hebben. Dus Rick hier zo, die heeft dus dit. Kijk, ik moet helemaal in het goud. Dat was een beetje de stijl. Het ziet er goed uit. Mooi dit, man. Mooi. Er is weer wat nieuws bijgekomen. De taart. Kijk eens. Class of 2021. Mooi in het goud. Top! Heel mooi. Super nice. Straks lekker op, mee. Danny heeft vanmiddag dit jasje gekocht. Weet je hoeveel het gekost heeft? Nee, niet in de vlog zetten. Weet je hoeveel het gekost heeft? Ja, dat kunnen ze opzoeken. Ja, oké, dan moeten ze het mij opzoeken. Sponsor. Oh ja, toch? Door Versace. De volgende gasten! Hey! Hallo. Jij bent lekker uit, Gio. Ja, hè? Zo, het wordt steeds drukker en drukker hier in huis, jongens. Ja, hè? Zoals jullie al de hele dag weten, is Jade dus van helemaal niks op de hoogte. Wat hier allemaal beneden gebeurt. Zo, ik zie je trouwens ook ineens allemaal eten staan, hoor joh. Super lekker dit. Maar ze komt dus straks naar beneden en ze gaat dus voor het eerst zien hoe het dus helemaal hier is omgetoverd tot een soort van Goldigger paradijs. Dus ze komt straks hier naar beneden en dan gaan we de reactie zien. Oh, Jade! Wauw, zoveel ogen op mij. Zoveel camera's, zoveel ogen. Ach, ik ga eerst hierheen. Oh. Hi! Wauw, niet normaal. Zo, ik snap wel dat jullie hier zo lang mee bezig waren. Ja, het is wel echt heel mooi. De lampjes staan nu ook... Oh, kut. De lampjes staan ook aan. Gaan we naar buiten? Ja. En de tafel buiten natuurlijk. Echt heel cool. Ja, fucking mooi. Wow. Ja, dan heb je cakeblok. Mooi, hey, toch? Yo. Ja, heel mooi. Ja. Niet normaal. Hoe omschrijf je het in één woord? Goud. Gaaf. Oh ja. Ja, goud. Die wilde ik horen. Sorry, ik ben dus. Heb je nou trouwens ook hier je eigen taart? Ja. Kijk dan. Ze heeft ook dus echt een babystoeltje. Maar hoe ga je hier zitten? Oh mijn god, de meest sexy man. Ik dacht dat Rick niet de overklasse was, maar jij doet het weer hoor. Yo guys. Oh. Hey, ik kom dit hele feest een beetje... Allebei even fixen en... Hey Noora. Hey. Kom hier vaker. Oh nee? Hey Dan. Hey. Ja. Goedemiddag. Hey Danny. Paul. Paul de Goldigger. Ja. Ah, leuk. Ik ben Hans. Hans betaalt de schade. Hey. Eigenlijk zijn alle jongens hier Hansen en er zijn alle Nee, er is maar één echte Hans, dat ben ik. Dankjewel. Nee, gewoon. Jade heeft een cadeautje gekregen van Bibi. Ja. Nou. Ik ben heel benieuwd. Je vraagt je af of ik het leuk vind. Zeg maar, nou hoop je het. Ja. Ja, dat hoop ik ook. Is wel niks. Half uur later. Hij is er bijna uit. Oh, het zit nog in een kartonnen doos. Hey, Ricardo! Hey! Nog meer mensen. Maak het wel spannend zo, ja. Ja, hallo, weet je dat? Pot, zie mij.
Wow, kijk even de schoentjes hier. Is het klaar? Is het klaar? Ja, bro. Hey! En, wat is het? Oeh, heel pretty. Wat cute. Ah, leuk, hè? Ik weet niks meer van dit moment, maar... Huh? Ik weet niks meer van dit moment. Nee, je was zo dronken. Oh, nog eentje. Gouden stroomdas, ja toch, bro. Hey. Pak het, Jade. Feliciteer met je korrel, bro. Hey, bro, eerlijk, het lijkt net alsof we gaan trouwen, man, deze dag. Het is niet normaal. Hé, lijp stond er, bro. Zo, je ziet wel wie het bier is, man. Ik voel me weer. Hey, de tap is geopend, boys. Yeah. Op Jade. Jongens. Van fangirl naar villa. Het is nog licht natuurlijk, maar kijk eens even. We hebben hier dus ook de fotoboot staan. Als je hier dus op klikt, touch here. To start. Oh, mannequin challenge. Oh, komt ie. Hij maakt het aan. En het lijpen is dus. Kijk, vanavond zie je het zo weten. Dan maakt hij gewoon een foto. En dan komt hij er hier dus uit. Nou, wat leuk. Let op. Hier liggen trouwens ook allerlei foto's die we dus net gemaakt hebben met iedereen. Kijk! Nee, op deze wel toch? Deze. Nou, wat leuk. Hey. Ik denk dat het vanavond zo donker is dat het wat beter zichtbaar is. Want nu heb je natuurlijk die gekke reflectie gewoon van de schoen. Zo. Oh. Leuk. Ik ben echt niet getest, ja. Gio, je moet even nu mijn outfit zo filmen. Oh, wow, babyboo. Last but not least. Daar is die. Waar is de gouden tint? Ja, die heb ik niet. Oh nee, Roderick. Ik heb niks goud. Misschien hebben wij een gouden tint voor je. Misschien hebben we een gouden tint voor je. Ja! Het is eindelijk tijd om te eten. Iedereen gaat straks dus aanschuiven hier aan de tafel. Ik hoop dat de zon nog een beetje doorkomt straks. Oh, gezellig hè. Gaan we zwemmen vanavond? Ja, let's go. Inpak gewoon. Oh, de Harbor Club heeft dus al het eten voor, hoe heet het, geregeld. Kijk, dus we hebben hier allemaal lekker brood, allemaal hapjes, allemaal lekkere dingen. We hebben volgens mij zelfs sushi en steak, echt letterlijk alles erop en eraan. Dus dat is echt helemaal top van de Harbor Club. Het is wel domme vies aan, man. Dit is dus mijn plek, Gio. En wie zit er tegenover mij? Oeh, spannend, spannend. Noora! Ja, dan kan je ook nog rijden van plek of niet? Ja, ik wil niet naast Rick zitten. Ik wil hier zitten, maar ik ga hier niet naar jou zitten. Nee, ja, snap je. Dus die brug niet zit dicht van jou, hoor. Ja. Zo, de tafelindeling. Wie heeft de tafelindeling gemaakt eigenlijk? Ik heb geen idee, ik was er niet bij. Oh. Ja, dan gaat een speech geven. Ja, ik zie je niet. Kom op, speechen. Sorry. Nee, ik kan dit niet. Ik wil alleen even zeggen dat ik weet niet wie dit allemaal hebben geregeld, maar ik vind het echt fucking mooi. En ik hoop dat we vanavond allemaal lam worden. Maar dat mag toch helemaal niet? Oh. Weet je wat we dus nog meer eigenlijk wilden doen? We wilden dus dat er hier gewoon een uur lang een vliegtuig met een spandoek rondcirculeerde met gefeliciteerde jaren. Oh, nee. Maar het is jammer genoeg niet doorgegaan. Oh. Jammer, hè? Jammer weer. Ga staan! Ja, ga staan! Nee, niet over de tafel heen! Niet over de tafel heen! Oh, deze gaat spuiten. Deze gaat spuiten. Ik voel nu net Hugo van Ex on the Beach hier geen fles knopen. Oké, doe... Oh! Dat ging snel. Dat ging heel snel. Oh, we worden een partijtje verwend hier. Dit is gehakt, denk ik, met kaas. Lekker hoor. Iedereen is hier aan het genieten. Vanavond, als het een beetje donker wordt trouwens, dan gaan hier ook de kaarsen aan. Kijk, dit valt me echt nu pas op. Er staan echt superveel kaarsen op tafel. Oh, dan zijn ze echt letterlijk hier aan het aansteken. Het volgende gerecht komt al. Er blijven gerechten komen. Sushi. De taart die jullie vanmiddag zagen wordt eindelijk aangesneden. Kijk eens aan. Ja, zo moet het. Kijk, dit is de goede manier. Oh, hij is ook gewoon... Hij is rood van de binnenkant ook. Oh, ja, het is wel. Ja, het is al besteld. Ze hoorden het niet eens, Nee. Hij ziet er wel heel erg lekker uit. Oh, Red Velvet is echt lekker. Oh!
lekker, hè? Tering Zo, daar staan we dan, bro. Ja, waarom wij? Jij wilde hem op mij gooien, hè? Ja. Dat is geen brocode, bro. Ja, dan zei tegen mij, gooi met Gio. Gooi met nee, Gio. Je lult. Ja, ik zweer het. Dus ik gebruikte Danny's afleidingsmanoeuvre. En toen uiteindelijk gooide Danny weer mijn gezicht. Toen dacht ik, oké, dan pakken Gio ook nog snel. Ah, shit. Nou, dan moet douchen, want dit is echt verschrikkelijk. Ja. Jongens en meiden. Tijd om de vlog af te sluiten. Bedankt voor het kijken. Dit was het. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien. Echt een super gaaf georganiseerd feestje. Maar morgen om 5:30 weer een nieuwe vlog online. Dus bedankt voor het kijken. En ik zeg, later.